Hoeveel raadsleden staan er gemiddeld op een kieslijst in Leiden? Op de 13 kieslijsten. Ik begin bij Pieter Kos. Het is hetzelfde. Wie dichtstbij komt, die wint. 29. Pieter Kos zegt 29. Jan-Jaap de Haan? 23. 23. Dan hebben we een probleem. Want het is 26. Maar gelukkig heb ik nog... Dat zit er precies binnen. Gelukkig heb ik nog een laatste vraag. En dan is mijn emmertje echt helemaal leeg. Dat is hoeveel personenauto's hebben alle Leidenaars bij elkaar? Dus informatie van 2011. Dan begin ik met Pieter Kos. Hoeveel personenauto's in Leiden? U hoorde net 121.200 nog wat. 56.000 personenauto's. Dan Jan-Jaap de Haan. 54.000. Jan-Jaap de Haan is de winnaar. Het zijn er 52.464. Dan geef ik nog één keer de vloer aan Jan-Jaap de Haan voor een welverdiende minuut na een slopende middag. Deze middag is er vooral om de opkomst te bevorderen. Daarom wil ik mijn minuut ook gewoon gebruiken om iets te zeggen over onze prachtige democratie. Iets kunnen zeggen over je eigen stad, je eigen wijk, is heel belangrijk, is een bijzonder recht. Verantwoording af kunnen leggen over wat je gedaan hebt, is ook heel belangrijk en ook een bijzonder recht. Ik hoop heel erg, en ik denk met mij alle andere partijen en 39 raadsleden, dat wij met elkaar, pittig op inhoud, maar goed op relatie, namens u, 4 fantastische jaren tegemoet gaan om onze stad mooi, leefbaar, aantrekkelijk te houden. Veel succes woensdag bij uw stemkozen. Jan-Jaap de Haan van het CDA, niet alleen een van de winnaars van de vorige.